Maar toch kan je daartoe aangetrokken voelen. En ik heb ook eigenlijk meer de tekst geïllustreerd dan de muziek. Mm. En dan de tekst op mijn manier verwerkt. Ja, ja. Je documenteert je voor het maken van illustraties. Ik zou daar heel veel vragen over kunnen stellen. Maar... Ja, met documentatie, dat is altijd een heel belangrijk ding. Ja. En ik kan rustig zeggen dat als je een tekening maakt, een illustratie, dan is er altijd ontzaglijk veel werk verricht voordat je eigenlijk de eerste lijn op papier gezet hebt. Juist aan documenteren, aan zoeken, aan opsnuffelen en zo. Omdat ik toch wel de behoefte heb om alles heel gedocumenteerd te doen. Persoonlijk ben ik nieuwsgierig naar een tekening die vroeger op mij indruk heeft gemaakt. Ja. Het Kremlin te Moskou. Ja. Heb je je daarvoor gedocumenteerd? Dat heb ik gedocumenteerd alleen maar via oude prenten. Ja. Ja. Ik heb ook langs alle mogelijke wegen door musea, door oude reproducties. Want meestal zijn het illustraties die je maakt van dingen die al lang verdwenen zijn en die er niet meer zijn. En dan ben je natuurlijk aangewezen op de oude prenten. En Kermis in Vlaanderen. Kermis in Vlaanderen, het grote werk. Ja, die Kermis in Vlaanderen, dat is toch ook eigenlijk, ja, ook door mijn contacten met Vlaanderen heb ik dat gemaakt. En ja, dat is ook een eigen fantasie geworden. Zij het natuurlijk wel, ja, ik hou veel van Breugel. En er blijft toch altijd wel invloed van over. Er zijn veel Vlamingen die denken dat je een Vlaming bent. Ja. En Engeland is een grote liefde van je. Ja. Heb je er nooit aan gedacht te verhuizen? Te emigreren? Nou, kijk eens. Ik had natuurlijk hier mijn school, dus dat kon niet. En daarbij was het ook voor een vrouw in het algemeen vroeger niet zo prettig om in Vlaanderen te wonen dan hier. Maar ik had me in Vlaanderen ook wel heel prettig en heel gelukkig kunnen voelen. Ja, zeker. Maar je bedoelt, je vrouw zou zich moeilijk kunnen aanpassen aan het Vlaams leven? Ja, omdat in vroeger tijden, toen was het nog wel echt zo, en dat is heel, heel gek, dat ja, meneer die ontving de mensen voor en mevrouw die bleef in de keuken zitten. En dat was echt nog zo'n Vlaamse gewoonte. Ik bedoel, de vrouw die was heel erg, ja, eigenlijk had eigenlijk een ondergeschikte positie in huis. Hè? Ja. En dat was natuurlijk iets, mijn vrouw die zeer intelligent was en heel anders ingesteld, zou dat toch wel de moeilijkheid geweest zijn. Ja, ja. Ja. Ik heb ook een moeilijke tijd gehad, omdat een jaar of 30, 40 geleden, toen was in de officiële kunstwereld, was het plegen van romantiek, het maken van romantische tekeningen, dat was absoluut verboden en dat hoorde wel tot de meest slechte dingen die iemand doen kon. Ik heb daarom rustig ook naast mijn school als dilettant gewerkt en ik heb me ook helemaal niet aangepast bij de geest van de tijd. Want ik heb wel eens een uitspraak gehoord van iemand, waar ik helemaal achter sta, dat iemand die zich gedwongen aanpast bij de geest van de tijd, die vermoordt zijn persoonlijkheid. Ik heb altijd van jongs af aan heb ik op romantische wijze gewerkt en zo doe ik het nu ook nog. Nu mag het weer en daarom is er ook inderdaad heel veel waardering.